Hi, we zijn aangekomen bij de lippen en ik dacht dat gaan we doen in een soort lipswatch-achtige video. En omdat ik heel veel lippen heb en we anders hier echt 3 uur zitten, had ik bedacht om dat een beetje per merk of een aantal merken te doen. Dus we beginnen met Revolution en dan begin ik met de... Ja, het is deze. Dat is een plumping balm. In de kleur Lot, denk ik. In de kleur Lot. Ik heb er ook maar 1 en er staat verder niks op behalve Revolution. Geen idee. Het voelt heel goed. Het plumpt. Het heeft een menthol plumping. Klein uitstapje, maar het hoort bij Revolution, is van BH Cosmetic. En dit is de Neo Nude. Dit is een matte liquid lipstick. Dit is de Revolution Creme Liquid Lipstick in de kleur Chauffeur. Dit is de Revolution Sheer Brilliant. Er staat Brilliant. Dit is een gloss in de kleur Chauffeur. Is niet plumping. Dit is de XX Revolution Liquid Lipstick in Illegal. Dit is de Revolution Chauffeur Lights Lip Gloss. Met heel weinig kleur. Chauffeur Lights. Dit is de Revolution Liquid Lipstick in Brunch. Dit is een Revolution lippenstift met zo'n mondje erop. Er staat verder niet op wat het is en het is de kleur Icon. Dit is een Revolution lippenstift in deze verpakking. Het is wel jammer dat ze nooit de type lijn erop schrijven. En dit is de kleur Cashmere. Dit is de Revolution Pro. Is heel duidelijk een cream lipstick. In de kleur Stripped. Dat is deze. Nog een Revolution Pro cream lipstick. In de kleur Cashmere. Ik heb een Revolution Pro Hydra Matte Liquid Lipstick met hyaluronzuur en peptides in de kleur Swerve. En ik heb, maar die ga ik niet opdoen, want dat zie je toch niet. Een Hydra Bright Plumping Lip Gloss van dezelfde lijn. Maar die is clear. Van Revolution Pro, de Hydra Gloss with Collagen, Hyaluronic Acid en Peptide in de kleur Tainted. Nou, dit is niet helemaal goed gegaan. Dit is een Revolution Pro Hydra Gloss, weer, in de kleur Summon. Dit is de Revolution Pro Supreme Matte Lip Pigment in de kleur Veil.
Dit is de Supreme Matte Lip Pigment in Semblance. Dit is een lip shake van Revolution in de kleur Caramel Nude. Dit is de Ceramide Lip Swirl Lip Gloss in Gloss Clear. Dit is de Shimmer Balm Lip Gloss met vitamine E in de kleur Glimmer. Dit is een Matte Balm Liquid Lip in de kleur Fancy Pink. Dit is de Matte Balm Liquid Lip in de kleur Delicate Brown. Dit is de Matte Balm Liquid Lipstick in Nude Charm. Dit is de Pout Balm Plumping Lip Gloss met vitamine E in de kleur Candy. Dit is de Hydra Balm in de kleur Versus. En de Hydra Balm is een gewone lipgloss met peptides en hyaluronic acid. Ik heb de Hydra Balm in de kleur Drippin'. Dit is de Revolution IRL Whipped Lip Cream in de kleur. Chai Nude. Dit is de In Real Life Whipped Lip Cream in de kleur Caramel Syrup. Dat waren de Revolution Lip Glosses of lippenproducten. En dan heb ik nog een merkje voor je, want daar hebben we nog wel tijd voor. Dit is de Colourpop Luxe Lip Oil in de kleur Truth Balm. Dit is de Colourpop Luxe Velvet in Can You Even? Dit is de Colourpop Luxe Gloss in Platinum Blonde. Dit is de Colourpop So Glossy Lip Gloss in Solana. En dan had ik nog één Revolution product van XX Revolution. En dat is de Shine Balm in de kleur Delicate. En die hou ik op vandaag. Want mijn lippen vinden mij niet meer leuk nu. Maar we hebben de helft van het eerste torentje gedaan. Laat even weten of je dat op deze manier leuk vindt. En anders moet het nog op een andere manier. Maar dat zien we anders de volgende keer wel.
Ik weet nog niet welke merk ik de volgende keer doe, maar dat zie je wel. En dan wil ik in ieder geval zeggen bedankt voor het kijken. Op naar de volgende week voor deze collectie video's. En fijne dag, avond, week, weekend, wanneer je dit kijkt. Dankjewel voor het kijken. Duimpje omhoog. Doei.